Oudschans is dus ontstaan in de 80-jarige oorlog, de strijd van Nederland tegen Spanje om zich vrij te maken en vanwege de godsdienstvrijheid. De Spanjaarden Spaans, de Nederlanders dus katholiek, of protestant, Nederlands protestant, die dus probeerden dus dat rond te krijgen. De provincie Groningen was als provincie protestant geworden inmiddels, de stad Groningen was nog katholiek. En dus moest er geprobeerd worden om de stad Groningen te isoleren van het andere katholieke deel. En dat zat in Münster. Münster was dus de basis van de katholieke, of de invalshoek van de katholieke richting Groningen. Daartussen ligt het Bourtangermoor. Bourtangermoor heeft een aantal doorgangen, zogenaamde Tanger. En daar hebben ze dus hun punten opgezet. Coevorden, Bourtanger, Oudeschans. Dat waren de drie belangrijkste doorgangen door het moor vanuit de Duitse richting. Daar is Oudeschans dus ontstaan, want daar was een mogelijkheid om door dat moeras heen te komen. Hoe is Oudeschans ontstaan? Omdat men hier in deze hoek wat wilde, kwam dus op een gegeven moment graaf Willem Lodewijk van Nassau, die kwam met een vloot van 150 schepen. 2200 man vanuit Friesland deze kant op, landde hier. Hier was niets anders dan een sluis en een sluiswachterswoning. Alleen, wanneer je een sluis beheerst, kun je het rand erachter onder water zetten. Dus hier werd een vesting gemaakt rond die sluis, zodat op het moment dat je dus kon je dan het water binnenlaten, bij hoogwater doe je hem dicht, zodat dus het land achter onder water komt te staan en ondoorgankelijk wordt voor de vijand. Dat was dus de achtergrond en in een paar dagen was het zover dat de vijand niet meer durfde aan te vallen. Zo is Oudeschans ontstaan in de 80-jarige oorlog. Daar heeft het wel eens een keer een beetje een rol gespeeld, maar niet op grote schaal een rol gespeeld. Maar het is dus wel altijd een scherm geweest, want die tangen die hier dus richting de Eensloot, die was afgesloten op deze manier. De volgende tang bij Bourtang, daar liggen Wedde en de vesting Bourtang op. Bourtang is trouwens in hetzelfde jaar, 1593, ook ontstaan. 1672 is hier ook gevochten, uiteraard, want Bommenberend die kwam vanuit Münster deze kant op. Die wilde de stad Groningen innemen. En die heeft dus geprobeerd via verschillende kanalen deze kant op te komen. Bourtanger kon er niet langskomen, daar hebben ze hem dus flink afgehouden. Pot, de commandant in Bourtanger, zei van in plaats van 20.000 gulden die jij mee wil geven, kun je 20.000 bommen op je kop krijgen. Dus daar begonnen ze even niet aan. Dus hebben ze omwegen gezocht en zijn ze dus via andere wegen gegaan. Ze hebben op een gegeven moment hebben ze dus vanuit Münster hebben ze daar huizen gesloopt en de deuren en de deurposten enzovoorts allemaal gebruikt om door het moeras heen te kunnen komen. Om op deze manier buiten Bourtanger om richting Wedde te komen, waar ze dus weer op vaste grond zaten. Dat is dus uiteindelijk wel gelukt, maar aangezien Bourtanger ertussen lag, was het toch wel lastiger om naar Groningen te komen. Ze zijn hier ook geweest, er is hier niet veel gevochten, want ja, het was in no time, met zo'n kleine bezetting was het zo gebeurd, hadden ze het zo te pakken. Toen was inmiddels ook Nieuweschans al ontstaan en Nieuweschans is toen ook op dezelfde manier ook gevallen. Dus was in no time waren, dus die hele noordelijke kant was uitgevallen in 1672. Dan wat betreft de normale dingen hier in Oudeschans. Oudeschans is een klein dorp, ongeveer 100 inwoners, waar dus nogal wat kunstenaars en boutiques zijn, maar boutiques zowel voor curiosa als voor kunst. Waarbij dus een ontzettend rustig dorp is. Een groene vlek in een puur agrarisch gebied, wat dus ooit werd uitgeroepen tot een van Nederlands mooiste dorpen. Een van de acht Nederlands mooiste dorpen werd het toen aangegeven in de Kampioen, omdat het zo rustig is. En
men kan hier dus rustig ook wat eten, men kan hier kunst bekijken, men kan hier tot rust komen en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar we geven dus rondleidingen hier en daarvoor moet je uittrekken tussen de 1 uur en 2 uur afhankelijk van de belangstelling van de mensen. Dat wil dus zeggen dat we op dat moment hier in de kerk een inleiding houden van een 20 minuten. En daarna gaan we een wandeling maken door het dorp en we eindigen normaal gesproken in het museum. Waar dus allerlei vondsten die hier gedaan zijn in de grond bij de herstelwerkzaamheden, bij graafwerkzaamheden enzovoort zijn tentoongesteld.